Utrecht kent een rijke wielerhistorie die bij het grote publiek maar weinig bekend is. Zo kennen we de Ronde van Zuilen. Aan deze wedstrijd, die op de burgemeester van Tuilkade werd verreden, deed onder andere Michel Stolker mee. Hij zou later deelnemen aan de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Spanje en de Ronde van Italië. Hij begon in de Tweede Wereldoorlog. Ze hadden het dus eigenlijk al gepland voor de Tweede Wereldoorlog. Maar de mobilisatie stak je ervoor. En toen is de eerste ronde is in 1941 of 1942 gereden. En de laatste is in de jaren 80 gereden. En er is dus een remake geweest in 2001 in het kader van 1250 jaar Zuiderviering. In september 1951, en op de burgemeester van Tuilkade gaat men dan dus van start. En vooraan rechts is Rinus van der Brink, daarachter in donker shirt met vijf strepen. Dat is Vic Singer. Naast hem, iets erachter in donker shirt met één streep, dat is Ben Klein. Schuin achter hem, met een petje op, is Jos van der Hurk. Ging je zelf ook kijken? Zeker, ja, ja. Je probeerde natuurlijk ook altijd met de vermelding van ik woon daar. Ze dus konden er toch niet bij houden wie er allemaal woonde. Probeerde je dus dat vrijkaartje te krijgen om dus er langs te mogen. Lukte niet altijd, maar 9 van de 10 gevallen was van we gaan maar door. Het ziet er niet meer zo uit als vroeger, maar dit moet ongeveer het punt zijn waar de bochten gedraaid werden. Ja, ik denk het wel. We kwamen dan vandaar en had je hier die bocht. Dat was hier ongeveer en dan ging je die kant op en dan sommige rondjes draaien, 80 rondjes achter elkaar en nog maar. Maar toen, die bomen en zo, die waren er allemaal nog niet, dus dat was allemaal veranderd. Maar die kerk misschien wel? Nee, die was er ook nog niet. Nee, want die is veel en veel later gegaan. Dus hier hield de stad op? Nu over 1953, 1952, 1951, nou ja, hoeveel jaar is dat geleden? Nee, zo oud is dat hier allemaal niet. Het Utrechts Nieuwsblad bericht al aan het einde van de 19e eeuw over het aanleggen van wielerbanen, onder meer in Amsterdam en Gouda. In Utrecht moeten we wachten tot 1936, wanneer de Utrechtse wielervereniging het stadion bij Galgenwaard wordt opgericht. Wielerclub De Volharding traint vanaf de jaren 70 tot eind jaren 90 op het bedrijventerrein in Overvecht. De Mississippi Drive. Het was een prachtig parcours. In 1975 reed ik er mijn eerste rondjes. Ook de hoogtijdagen van het Nederlandse wielrennen, de jaren van Raas, Kneteman en Zoetemelk, gingen aan Overvecht niet voorbij. Wie herinnert zich niet de populaire zomeravondkoers op dinsdag, met wel meer dan 150 deelnemers. De Volharding bruiste. Kijk hier, dat is die zomeravondcompetitie. Dit is in de jaren 70, denk ik hoor. Hoe is het voor jullie om hier weer terug te zijn? Het is een beetje thuiskomen, hè, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Het is eigenlijk ook onveranderd, want dit huis, dit clubhuis, wat er nu staat, dat heeft ook een beetje het formaat van het oude clubhuis. Ik kwam hier dus aangefietst de eerste keer en dan, ja, mag ik hier lid worden? En dan ging meneer Plokkaar, die was toen onze penningmeester, die ging me uitleggen wat er moest gebeuren. Hij zegt, wil je dan amateur worden? Ik zeg, wat is dat dan, amateur? Ja, we hebben ook nog iets als liefhebbers, als je daar echt helemaal niks van weet. Dat is dan een categorie onder. En dan, toen ben ik daar wel aan mee gaan doen. Dat is hier begonnen. Bij deze boom, daar stond mijn fiets aan tegenaan. Daar zat ik en dan waren daar die wielrenners. Dat landerige sfeertje wat je bij een koers altijd hebt. Wachten tot de renners weer komen, is altijd een hoop gewacht. Vanaf eind jaren 70 wordt de Ronde van Kanaleneiland verreden, georganiseerd door wielervereniging Het Stadion. Eerst wordt gekoerst rond het Marco Polo plantsoen, later rond het park Transwijk. Kanaleneiland is ook meerdere malen het decor geweest van de Ronde van Midden-Nederland en de Eneco Tour. Hoe vaak hebben jullie dit bochtje gereden? Ik heb er maar één keer gereden in mijn leven, maar Jan? Nou, ik denk misschien 12 jaar achter elkaar gereden, dus heel wat rondjes met te rijden. 3 keer op het podium gestaan hier, dus ik ben wel tevreden hier. Het was mijn rondje eigenlijk. Wat was het voor rondje? Jullie gingen rondom het Marco Polo plantsoen? We gingen hier zo, deze zou ik zeggen, en dan eigenlijk zo in de rondte hier. Een snel parcours. Bijna 2 kilometer is het rondje. Het is een prachtige ronde waar ze tegen konden goed rijden. Er stond toch een dikke 100 man altijd aan het vertrek. Want ze reden hier graag, hè, met Koninginnedag. En moesten we eerst voorzingen. Het Wilhelmus, dus dat heb ik ook nog meegemaakt met Vonhoff. En,
dat we hier moesten zijn, stonden we te zingen. Dus, Ja, dat is al lang geleden hoor. Onder het kanaal dan. En de laatste twee jaar dacht ik dat de volharding heeft gedaan. Dan heb ik een grote rondje hierachter gedaan. Was, ja, toen gingen we de ronde draaien van Midden-Nederland. Die is hier ook nog uitgestart. Ja. Toen konden een paar jongens mij van het wielrennen. Eentje uit Zaandam, Nieuwenhuizen. En ik zeg, we komen straks bij je douche hoor. Dan kwamen er zes aan. Dit is de Marco Pololaan, de ronde van, zeg maar rondom het park hier. Marco Pololaan, Columbuslaan, noem maar op, Afrikalaan. En er deed toch behoorlijk wat renners mee als ik zo kijk? Ja, nee, heel wat. Ja hoor. En geen onbekende ook hoor. We lopen hier eigenlijk langs het parcours waar je begonnen bent als profrenner. Ja, eigenlijk al op 14 jaar begonnen met wedstrijden en op mijn 15e einde van het seizoen ronde van Kanaaleiland. En dat resulteerde in de eerste overwinning uiteindelijk, ja, in een echte wedstrijd. Komen die gevoelens weer terug als je hier zo rondloopt? Ja, wel. Heel veel is nog hetzelfde. En wat je om je heen ziet en ook het parcours en het rondje waar je dan overheen aan het racen bent geweest. Ja, dat ligt hier nog gewoon, dus dat is wel een heel lekker gevoel, ja. Met die kerel erbij of niet in jouw zak? Nee, die kerel moet erbij, hoor. Nee, oké. Ja? Kijk, die wil ik hebben. Weet je wat het namelijk is, Michel? Het is namelijk zo dat je dus als enige Zuidenees, maar gebleken is dus inmiddels ook als enige Utrechter, hebt meegereden in die Tour de France, maar veel meer hebt gedaan dan alleen maar die Tour. En er is bijna niks van je terug te vinden in de pers en dergelijke. Dus vandaar dat ik dacht, ik zet het eens op papier wat onze grote Zuidense Michel Stolker heeft gedaan. Hartstikke mooi, hartstikke trots ben ik erop. Ja, de Tour is Utrecht nu. Ik ben de enige van Utrecht, hoor ik, die de Tour heeft gereden. Maar het erge is, ik heb niets gepresteerd in de Tour. Ik heb hem drie keer gereden. Ik heb een keer een vijfde plaats gehad. Ik heb wel Anker Thiele geholpen om te winnen. En dat bracht een heleboel geld in het laadje, want daar ging het bij mij om. En verder niet. Maar ik zal hem lezen en jij hoort nog van mij. De enige Zuidenees die ooit in de Tour heeft gereden. De enige Utrechter ook. Ja, Michel Stolker. Daar zijn we trots op hier in Zuilen. Hoor. Die staat eigenlijk naast u, hè? Dat is de houten replica. Die heeft onze grote Zuidense kunstenaar Kees Achterberg gemaakt. Maar we zijn heel blij dat dus de echte Michel Stolker vandaag ook aan huis is natuurlijk. Dat is toch de man die ondanks zijn 81 jaar zijn sporen neergezet heeft in de geschiedenis van Zuilen. En voor wie het gemist heeft, hebben we het ultieme bewijs dat Michel echt uit Zuilen komt. Zijn paspoort. Kijk, daar heb je de vecht en daar heb je dat hek. En achter het hek was een sloot. En daarachter was het land van mijn vader en van mijn oom. Hoe kom je dan uiteindelijk op de fiets terecht? Mijn broer fietste, die zat bij de Nederlandse Spoorwegen, de grote kantoor. En die ging fietsen, dus daar ging ik met hem mee. Kijken. En toen had ik met de Mulo-diploma, Mulo B. En toen moest hij in dienst en toen kreeg ik van hem twee houten wielen. En ik had een frame gekocht voor een paar rotcenten. En dat was veel te klein voor mij, dus die zat helemaal in elkaar gedaan. Nou ja, dus ik ook naar de club, het stadion, dus je was de bink, hè. In een tropische hitte startten in Lucca de 98 renners die het gebracht hadden tot de 13e etappe van de Ronde van Italië. Een zware bergetappe van 168 kilometer naar Bologna. Alleen grote klimspecialisten kwamen in aanmerking voor de eerste plaats. Hierin bleek de tot dusver weinig bekende Nederlander Mies Stolker zich kennelijk zeer thuis te voelen. Alle grote mannen moesten het afleggen tegen deze 22-jarige ex-kantoorbediende uit Utrecht. Helemaal alleen suisde hij over de glibberige wegen naar Bologna, waar hij als winnaar in de arena binnenreed. En hier bleek waarom hij zo hard had gereden. Hij had honger. Ik ben in 1951 ben ik gaan fietsen. En dan ga je naar de stadion, die club. En dan de eerste wedstrijd win je, de tweede wedstrijd win je. Altijd winnen. Ja, en zodoende kom je erachter, verrek, ik kan toch wel een beetje fietsen. Thank you.
van tevoren waar je voor reed? Nou, hier krijg je netjes een envelopje. En in het envelopje zat ik meen 20 gulden. Dat was de eerste overwinning, 20 gulden. Ja. En we hadden ook nog onderweg 4 keer dat er aan de bel getrokken werd. Klingelingeling. Dan hadden we premies. En dan was het 5 gulden, 2,5 gulden. Zo. Dat waren dan de prijzen die je kon pakken onderweg. Ja, het was toch weer een binnenbandje. Of het was weer, je rekent altijd in materiaal. Want dat moest je ook op die manier bekostigen. En daar ben je dan ook weer trots op. Dat je denkt, nou mooi, dan kan ik weer of een extra remkabel kopen of een binnenbandje en een buitenbandje. Nou, dit is Jan van Inge. Jan van Inge was de man van de Ronde van Zuilen. Hij heeft 21 keer aan de Ronde van Zuilen deelgenomen. Nou, dat vind ik heel hard door de jaren heen. Hij begon als klein jochie, als aspirantje dan. Hè. Dan ben je heel jong, dan ben je 16 jaar, zeg maar. En dat heeft hij tot met zijn 35ste ongeveer volgehouden. En dan werd hij nog clubkampioen. Daar hebben we de Ronde van Zuilen. Over de burgemeester Vertelkade, gefilmd bij de bocht met de Recepstraat. Als er niks op de televisie was, of die was er nog helemaal niet, dan ging je buiten kijken, ging je maar buiten elkaar opzoeken. En al kijkende ging je het ergens over praten natuurlijk dan. Ja. Dit was dan nog toen hij op zijn 35ste nog clubkampioen werd. Kijk, dit is bijvoorbeeld de foto van de UWTC de Volharding. Daar reed hij, is wel speciaal deze foto, want dan reed hij in koppelkoers met Maarten Ducro. Daar was hij wel trots op. Dit is het oude plakboek van mijn vader. Nou ja, dus hier lees je zo'n krantenartikel van vroeger wat hij uitknipte uit zijn plakboek. En dan heeft hij meegereden met de mensen als Gerben Kastus en ook hier in de Ronde van Zuilen met Joop Zoetemelk. Dat vond ik wel mooi, dan vertel je over de Ronde van Zuilen. Had hij het altijd over dat hele hoge stemmetje van Joop Zoetemelk. Dat is mij altijd wel bijgebleven. Hier Ronde van Vianen, een mooie oude foto. Toen begon hij met wielrennen. Het was een bescheiden man, een lieve man, maar hij was eigenlijk net iets, kwam niet tekort voor de echte top. Maar hij kon er heel wat van. En doordat hij zijn gezin had en hij moest schilderen, werken voor de kost. Hij heeft iedereen misschien niet alles uitgehaald. Maar wel altijd heel veel plezier in gehad. En dat denk ik altijd wel met plezier aan terug. In het begin kende niemand mij. Was ik dat rare, langharige studententuig. Er waren er maar een paar. Jan van Beckum, die ik net al noemde, van de Ronde van Midden-Nederland. Jan Brouwer was een student. Cor Schoneberg en Franklin Kiewiet, dat waren wat oudere zij-instromers. Die waren al wetenschappelijk medewerkers zelfs, denk ik. Dus die waren al afgestudeerd. Dus dat was het studentikozen smaldeel van het peloton. Dat waren rare snuiters, die stonden er buiten. Kareltje de Brons was een jongen uit Zuilen. En ja, ik vond dat geweldig. Dat was voor mij de ontgroening. Beschermd opgevoed en dan in één keer met de jongens van de straat. Dat was geweldig. Dit is een clubkampioenschap dus, wat ieder jaar gehouden werd van de club. En die in 1977 ben clubkampioen geworden. Er kwamen renners bijvoorbeeld, een hele groep kwam er uit Montfoort. Dus een stuk of 10 op dinsdagavond op de fiets daar naartoe om die wedstrijd te kunnen rijden. Want dat was in Midden-Nederland verder nergens, had je een wielrenparcours. En dat stond heel hoog aangeschreven, omdat het zo'n mooi trainingsrondje was. Oh, hier is nog de officiële uitslag uit de krant. Nederlands studentenkampioenschap. Oh nee, 1 Gijs Nederlof, 2 Joop Butter, 4 Theo de Rooij en 10, kijk, A. Goudzwaard, Utrecht. Nou ja, hier kwamen we dan aan met de sprint. Daar stond op dat parkeerterreintje stond altijd de bus. De jurybus. De jurybus. Dit is dat stuk met dat ruwe asfalt. Daar sloeg ik meestal wel de slag. Ja. 20 meter voor de bocht demereren. Als een banaan door die S-bocht heen en dan was hij ze los. Dan blik op oneindig en gewoon keihard doorgaan. De bouw van de
op de volharding. Ja, 1946. De derde ronde van de Zuilen is dit. Oké, nou, dan hebben we toch in ieder geval al een beetje in de kapstok, ja. Hè? Dat heb ik gehaald uit de Echo, die toen uitgegeven werd. Daar heb ik een jaargang van. Nou, en dit is dan het boek voor Zuilen geworden. Kijk, dat naar is... aanleiding van dit heb ik het een en ander hier allemaal bij elkaar gedaan. Ja, over echt over de Ronde van Zuilen. De Ronde van Zuilen, ja. Waarbij dus ook nog heel nadrukkelijk bijstaat van die Ronde van Zuilen. Die hele Balderikstraat, de hele omgeving, geurde van die olie, van die massageolie. Dat is echt ongelooflijk. Ja, leuk. Het hele parcours was met klinkers. En had je dus bij die bocht bij de Receptstraat, had je dus daar de dierenwinkel. En daar zat toen nog meneer Mulder in. En die had als enige winkelier in de regio had die, een EHBO-diploma. En dat was dan met de Ronde van Zuilen, als het een beetje glad is en ze gingen onderuit. Daar ging er niet eentje, maar er ging er een heel rijtje ging er onderuit. Want de een die hoorde de ander om. En dan lagen er zo 5-6 man in de winkel van meneer Mulder, die dus door hem in eerste instantie even verzorgd werden. Ik heb begrepen dat hier ook wel gevallen werd in de bocht, hoor. Overal waar gefietst wordt gevallen. Dat is gewoon een vraag. Maar ik ben hier niet gevallen, dat weet ik wel perfect, helemaal zeker. Was je bang om te vallen als renner? Als je bang bent, dan moet je niet op de racefiets gaan zitten. Dus ik ben nooit bang geweest. Maar wat ik wel erg vind, dat is nu... Dan gil ik gewoon als er een valpartij is. Dan verkramp ik helemaal. Hoe was het? Ja, bijzonder. Ja, het is nu even opletten met verkeer natuurlijk. Toen de tijd was het afgezet. Stonden de mensen op de hoeken. En de hekken en pionnen stonden er dan. Dus dan was het verkeersluw. Enkele keer kwam er nog eens een auto tussendoor. Dus het was altijd wel even oppassen. Maar in de regel was het dan afgezet. Dus toen konden we lekker knallen hier. Dus, ik heb nog wat oude fotootjes ook gevonden. Dit is hier op de Mississippi Dreef. Hier zie je nog een stukje van de jurybus ook. Dit is ook een jeugdwedstrijd of een afwachtingswedstrijd. Nou, hier sta ik samen met Michel opgesteld voor de start. Dus dat is wel bijzonder. Op de dinsdagavond was het afgesloten en op zondag. En dan stond het natuurlijk met vlaggenisten werden die hoeken afgezet, maar je had daar Doosgat. Dus al die bochten hadden ook een naam, de chicane daar, maar de bocht bij Doosgat, de bakker. Ja, daar moesten natuurlijk dag en nacht, ook op zondag, moesten daar vrachtwagens heen. Dus zonder die vlaggenisten dat tegen te houden, dat werd alleen steeds moeilijker. Want ja, waar er gewerkt wordt, die ondernemers die laten zich echt niet tegenhouden door een paar wielrenners. Dus die reden daar dwars door al die vrijwilligers heen die daar met zo'n vlaggetje en zo'n hesje stonden. Dat werd een beetje onhoudbaar, dat heb ik al meegemaakt. Autoparcours, en dan was er weer eentje doorgereden. Doordat de autoboulevard ging worden, dus steeds meer autobedrijven, steeds meer 24-uurseconomie en de veiligheid konden we dus gewoon niet meer garanderen. En toen zijn we gestopt met daar te wielrennen, ja. Was dat emotioneel? Of? Vreselijk. Ja, iedereen vond dat verschrikkelijk. Ja. Maar goed, dat heeft jaren geduurd voordat we weer een nieuwe accommodatie hadden. En nou goed, daar zijn we nu erg wijs mee, maar dat heeft er wel ingehakt toen. Wist je toen van nou, hier wil ik mee door, ik wil profrenner worden? Ik zat altijd voor de tv en die klassiekers te kijken en de Tour met Joop en die klassiekers met die andere renners, zoals Raas en Kneteman en zo. En ja, dat was dan wel een droom en daarvoor had ik wel dat fietsje met een kromme stuur gekocht uiteindelijk. Dus dan is het toch een belangrijk setje geweest in de goede richting? Ja, zeker, zeker. Als je dan kijkt dat het jaar erop won ik 7 wedstrijden. Dus dat is wel een hele goede stap. Dat je kan winnen, dat het je lukt. En dan ga je zo winter in een nieuw seizoen. Waarin je gelijk ziet dat alle resultaten weer verder omhoog gaan en verbeterd worden. Zo'n heel jaar lang. Dus het is voor mij een hele belangrijke set geweest om hier de bloemen te krijgen. Ja. Ja, hier werd het hardst gereden, vooral het laatste stukje. Hè? Dat ik mijn hand nog een keer omhoog kunnen doen, dus het is niet veel geweest, maar hier toch wel. 24 april 2005 wordt het nieuwe wieler- en skielercircuit bij de Nederrijnse Berg geopend. Op dit complex, aan de rand van Nieuwegein, trainen verschillende Utrechtse wielerverenigingen, waaronder het stadion en de volharding. Nieuwe huizen. 45. Bedankt.
We zagen elkaar eerder op Kanaaleiland. Wat is nou het grootste verschil tussen die ronde daar en het parcours hier? Ja, dit is veel zwaarder. Hè. Er zit een klimmetje in en je gaat over de steentjes heen naar boven toe. En het is behoorlijk zwaar. Hè. Wat is het mooiste stukje van dit parcours? Naar de finish toe. Dat deed je het liefst altijd om mee de prijzen te rijden. Was het leuk om voor het publiek te fietsen? Uiteraard, daar doe je het ook voor. Want het is, en dat is, voor een jonge coureur is publiek doping. Doping, publiek zweven. Je bent iets. En vooral ik had het, omdat ik zo contactarm was, zeg maar. En dan ben je iets. En dan ga je nog verder en nog verder en nog verder. Maar er was vroeger niks anders. Dus als er iets was in de buurt, dan ging je erheen. Het kostte niks. Wat betekende dit voor Utrecht eigenlijk, dat hier wekelijks of twee keer in de week werd gereden? Voor het Utrechtse wielrennen, er zijn best wel een paar Utrechters hier vandaan gekomen. Theo de Rooij, ik, Johnny Broers. Die wilden koersen en de brug naar de profs was maar klein. Want als je hier gewoon koersen kon winnen, en dan mocht je ook een licentie aanvragen en dan was je prof. Nou, dat was. In Utrecht had echt een bepaalde hoeveelheid renners die ze afleverden. Ja hoor, die komen er best wat vandaan. Ja hoor, hij gaat het weer redden. Gijs Nederland voor de derde maal, nationaal kampioen, 60 plussers. Hoe was het om op het eigen parcours het kampioenschap te rijden? Ja, dat is natuurlijk heel vertrouwd. En je kent elke meter ervan. En dat is een voordeel, maar ja, kijk, er worden hier vrij veel wedstrijden gehouden. Dus de meeste mensen, de meeste wielrenners, die kennen dit parcours vrij goed. Ja. En nu tevreden naar huis? Ik ga tevreden naar huis. Wat ook heel belangrijk is, is dat er geen valpartijen zijn geweest. Dus ik kan weer heel thuis komen. En dat is heel wat waard op deze leeftijd. Nico, de jacht staat bij ons.